sleep till. Spelen, zingen, dansen, grappen maken. Sommige mensen noemen mij cabaretier, anderen noemen mij monster cock. Working it, doing my thing. Leuk dat je er bent, Brabant. De kust, carnaval. Onderrondje. Ik heb nog mijn kinderen opgehaald uit school. Ik heb zelf geen kinderen, maar wel een busje en heel veel tijd. Ik heb daar op de kinderboerderij een paard geslacht met het spatbord van mijn fiets. Het duurde heel lang en het was heel zielig en al die kinderen stonden bij te kijken en te huilen. En dat was heel heftig. Of niet? Snap je wat ik bedoel? Oh! Dit is mijn pak trouwens, niet te verwarren met mijn decor. Oké. Mijn vriendin heeft het ook. Die zegt van ja maar schatje, jij bent de eerste jongen onder de 18 op de cover van de Italiaanse Vogue. Low fashion, high fashion, tussenin fashion. En ik ben maar een eenvoudig meisje uit Reewijk. Fierce! Editorial. Zeg ik, ja schatje, inderdaad. Ja, je bent een beetje in de horik, maar het is wel gezellig of zo. Gekker voor de fotograaf. Het is een imitatie van Julius Jaspers. Hij presenteert Masters in Holland. Ik noem hem de man van twee gezichten. Hij heeft hier een gezicht en hier gewoon nog een gezicht. Ik vond het heel goed gerechtje. De kisson was ook heel erg goed. Het enige wat ik jammer vond aan het gerecht is dat het zo weinig was. Wat ik ook nog jammer vond is dat er niet een emmertje mayonaise bij stond om af en toe even aan te nippen. Of ja, nippen, pompen. Af en toe gewoon pompen. Bra, bra, in mijn bed. Pop, pop. Het wordt heel leuk hoor straks. Ik maak een soort opbouw. Ja, tuurlijk. Waarom zou je meteen in het begin helemaal bam, 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 weet je wel. Doe ik niet, doe ik niet. Wil ik wel, maar het lukt gewoon niet. Hey, ik doe mijn best, hè? Meer kan je niet doen. Het verrassendste stukje buitenland, met kwaliteit van België voor Nederland. Het winkelcentrum met een eigen tijdse sfeer, Winkelcentrum Peer.